Hey, welkom bij een nieuwe video. Iedereen heeft vast wel eens plezier gehad in een speeltuin. Speeltuinen lijken de laatste tijd wel steeds minder populair te worden. Dit komt omdat de meeste mensen liever thuis binnen op hun telefoon, computer of spelconsole spelen. Het zal je echter verbazen dat er speelplaatsen in de wereld zijn die behoorlijk gevaarlijk kunnen zijn. Vandaag ga ik hier 10 laten zien. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. Als je denkt aan de klassieke schommels in een speeltuin of achtertuin, dan zijn bandenschommels een van de eerste dingen waar je waarschijnlijk aan denkt. De kosten hiervoor zijn laag en ze zijn gemakkelijk te bouwen. Dus wat maakt ze zo gevaarlijk is de vraag. Je moet opletten dat je de autoband niet aan een verkeerde boomtak hangt, want dan kan de tak misschien breken waardoor je jezelf kan blesseren. Autobanden zijn in principe gemaakt om schade van de weg te absorberen. Dat betekent dat de binnenkant van de band water en vuil verzamelt. Het is dus een perfecte plek voor schimmels en allerlei andere soorten insecten en muggen. In sommige gevallen zou de band zelfs zo versleten kunnen zijn dat er een roestige draad in zit. Nu je dit weet, zou je nog steeds willen schommelen op een oude autoband? Nummer 9. Adventure Playground is een speeltuin in Berkeley, Californië in de Verenigde Staten die in 1979 voor het eerst werd geopend. De speeltoestellen in de speeltuin zijn gemaakt door kinderen voor kinderen van gerecycled materiaal. Dit klinkt misschien geweldig totdat je ontdekt dat er overal spijkers, schroot en afval ligt. Er wordt dus aangeraden om goede schoenen te dragen vanwege de hoeveelheid losse spijkers die op de grond liggen, om nog maar te zwijgen over alle planken met splinters. In deze speeltuin is er wel personeel aanwezig en zij zullen je gereedschap aanbieden om iets te kunnen bouwen. De bedoeling van deze speeltuin is om de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van kinderen te stimuleren en hen in staat te stellen om in dergelijke omgevingen te spelen. Wat vind jij hiervan? Laat het me weten in de reacties. Nummer 8. Ik denk dat iedereen vast wel eens op een draaimolen heeft gespeeld, omdat deze meestal wel te vinden zijn in speeltuinen. Zoals je weet kan je door dit toestel oncontroleerbaar duizelig worden. Je stapt erop of gaat zitten en laat je door iemand anders ronddraaien. Dit speeltoestel wordt echter wel steeds vaker verboden. Dat komt omdat als je je grip verliest, je met een enorme ronddraaiende snelheid eraf kan vallen en je zeer kan doen. Verschillende speeltuinen hebben dus besloten de draaimolen te verwijderen omdat het gewoonweg onveilig is. Andere mensen willen graag dat dit toestel blijft, maar dat er gewoon meer toezicht gehouden moet worden door een volwassene. Nummer 7. Stel je voor, je hebt vrij van school en je ouders nemen je mee naar de speeltuin. Je wilt naar je favoriete speeltoestel rennen, maar realiseert dat de glijbaan uitkomt in een 3 meter diepe kuil. Dit is wat er gebeurde in september van 2012 bij een speeltuin in de Russische stad Toljatti. Bouwvakkers waren aan het graven in de grond om een rioolbuis te bereiken onder de speelplaats. Ze vergaten echter om het terrein goed af te zetten, waardoor de speelplaats nog steeds toegankbaar was. Nu vond ik ook nog 2 andere glijbanen op Google die ik even met je moest delen. Deze volgende glijbaan staat op het dak van een gebouw ergens in de Chinese provincie Shandong. En in deze foto zien we een glijbaan die op een erg vreemde plek is gebouwd. Geen idee of deze echt zijn, maar ik weet wel zeker dat niemand van deze glijbanen af wilt. Nummer 6. Ik zie je al denken, slangen bij een speeltuin? Wat hebben die daar te zoeken? En ja, dit zou echt gebeurd zijn bij een anonieme speeltuin in Amerika. Volgens verschillende verhalen had deze speeltuin al vaker last gehad van slangen. Toen de directrice van de school in de buurt op een dag langs de speelplek liep, zag ze een 1,5 meter lange slang. Het zou zich verstopt hebben ergens bij een gedeelte waar veel zand lag. Ze had geen idee of de slang giftig was of niet, maar toen ze iemand belde om hem te vangen, kwamen ze erachter dat het een extreem gevaarlijke slang was. Ook vertelde de expert haar dat hij een week ervoor ook al was opgeroepen om een python te verwijderen. Gelukkig gebeurt het niet zo vaak, maar het lijkt me behoorlijk angstaanjagend om een slang te vinden bij je favoriete speeltuin. Vind je ook niet? Nummer 5. Cementland is gecreëerd door beeldhouwer Bob Casserly. Hij zag een verlaten, voormalige cementfabriek liggen ten noorden van St. Louis, Missouri en besloot er een speeltuin van te maken.
Hij wilde de plek behouden zoals het was, maar er een kasteel aan toevoegen, beklimbare piramides, glijbanen, dierensculpturen en machines uit de oude fabriek. Hij zei ook tegen de bouwvakkers die vaak vrachtwagenladingen vuil en stenen dumpten dat ze daarmee door moesten gaan. Helaas kon de spelplaats nooit voltooid worden omdat de eigenaar overleed. Tegenwoordig is Cementland een plek met veel schroot waardoor de speeltoestellen niet echt veilig zijn. Ook grenst de speeltuin aan een drukke spoorlijn. Het is dus niet echt een plek waar je graag een bezoekje aan brengt. Nummer 4. Als je dacht dat slangen die zich in het zand verbergen al angstaanjagend is, wat dacht je dan van een zandbak vol met horsels? Horsels zijn insecten die groter zijn dan wespen en bijen. Ze zijn ook een stuk agressiever en alhoewel ze amper steken, kan het wel dodelijk zijn als ze dit besluiten wel te doen. In 2017 namen nestelende horsels een zandbak over bij een speeltuin in de Amerikaanse staat Massachusetts. Er werd gedacht dat ze eerst met bijen te maken hadden, maar na het bellen van een expert die een chemische behandeling uitvoerde, gingen de horsels nog steeds niet weg. Volgens verschillende mensen waren er al regelmatig meldingen gemaakt van horsels die mensen de stuipen op het lijf jaagden. Uiteindelijk besloten ze het gebied maar te sluiten omdat ze de ondergrondse nest van de horsels niet konden vinden. Nummer 3. Als je de volgende glijbaan ziet, zal je waarschijnlijk denken, wie wilt hier nu naar beneden glijden? Als dit een echte glijbaan was geweest, had het uiteraard gevaarlijk geweest. Ik kon echter niet achterhalen of deze glijbaan nou echt bestond of niet. Ik vond echter wel verschillende soorten foto's van deze kaasraspglijbaan. Hoewel een kaasrasp gevaarlijk kan zijn als je er niet goed mee omgaat, is deze glijbaan waarschijnlijk gewoon een optische illusie. Het ziet er naar uit dat de glijbaan van metaal is gemaakt. Hierdoor kan het gevaarlijk heet worden, vooral in de zomer. Om deze redenen worden metalen glijbanen ook steeds vaker verwijderd van speelplaatsen over de hele wereld. Nummer 2. Volgens verschillende artikelen is de Smoky Mountain Alpine Coaster de langste bergachtbaan in de Verenigde Staten. Het ligt gelegen in Tennessee en vele mensen zeggen dat het erg spannend is, maar ook gevaarlijk zou kunnen zijn. Tijdens de rit moet je namelijk je eigen snelheid regelen en je hebt zelf de controle over de remmen. Hoewel het personeel probeert om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen, worden de instructies in sommige gevallen genegeerd. Je gaat namelijk behoorlijk snel naar beneden en zomaar stoppen mag je zeker niet doen, want er komen natuurlijk meerdere mensen achter je aan. Er is wel eens gebeurd dat het karretje van de baan vloog of dat iemand gewond raakte. Volgens sommige mensen kan het wel erg leuk zijn, maar anderen zeggen dat ze liever in een gewone achtbaan stappen. Nummer 1. En tenslotte hebben we een gevaar dat bijna alle speeltuinen wel hebben, namelijk de temperatuur. Vooral in de zomer als de zon fel schijnt worden de metalen glijbanen blootgesteld aan de niet aflatende hitte. Het maakt dus niet uit hoe veilig of kindvriendelijk de speeltuin lijkt. De glijbanen, schommels en klimstructuren kunnen meer dan alleen heet aanvoelen. Een speeltuin in New York City was een keer zo heet dat een van de structuren een ongelofelijke 63 graden Celsius bleek te zijn. Sommige mensen zeiden dat je waarschijnlijk een ei kon bakken als je dat zou willen. Zo heet was het. Het probleem is dat niet alle speeltuinen voorzorgsmaatregelen nemen om de hitte weg te houden. Je moet er zelf dus rekening mee houden dat de speeltoestellen heet kunnen zijn. Ben jij zelf wel eens bij een gevaarlijke speelplaats geweest? Vertel het me in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.